allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is donderdag vandaag en nog één dagje en dan is het gelukkig weer weekend. Vandaag heb ik mijn nieuwe camera gehad. Mijn moeder die is speciaal voor mij, wat lief hè, wat is het toch een schat. Mijn moeder is speciaal voor mij vanmorgen naar Rotterdam gegaan om een nieuwe camera op te halen. Om een camera te halen. En die camera die heb ik nog niet. Want hij ligt nog bij mijn moeder. En ik ga hem ook nog niet halen. Vanavond. Ja, jullie hebben het inmiddels al gezien. Maar vanavond om 8 uur ga ik een unboxing doen. Van mijn digitale camera. Het wordt een livestream. En dan ga ik dus mijn camera laten zien. Die hebben jullie dus vorige week gezien. Want ik loop zoals jullie weten een week achter. Dat doe ik expres vanwege uploaden en zo. En de tijd dat ik nodig heb om te editen. Nou, het kwam deze week goed uit, want ik heb nog geen ene video na het Openluchtmuseum geëdit. Ja, het Openluchtmuseum heb ik twee films van gemaakt. Maar voor de rest heb ik nog niks kunnen editen, omdat ik alleen nog maar bezig ben met de vlogs, de twee vlogs van het Openluchtmuseum. Zoveel tijd gaat er in een vlog zitten. Mensen denken wel eens van, ja, hij plakt het een beetje aan elkaar vast. En dat is heel makkelijk. Hij doet gewoon alle films aan elkaar vastplakken. En heeft hij een vlog. Nou, dat is, zo werkt het dus echt helemaal niet. Totaal niet. Want er gaat wel meer tijd in zitten dan men wel eens denkt om een video te maken. Nou, die week, tijd heb ik dus de hele week eigenlijk nodig gehad om de twee vlogs te maken van het Openluchtmuseum. Maar ik ben op 19 minuten na ben ik klaar. Deel 1 staat al online. En ik moet nog even 19 minuten kijken van deel 2. En dan ga ik die ook online zetten. En dan ga ik aan deze vlogs beginnen allemaal. Om die allemaal te editen. Gelukkig is dat minder werk. Omdat het allemaal maar korte video's zijn. Dus en dan vanavond ga ik de unboxing doen. Van mijn nieuwe digitale camera. Ik zal even kijken. Het is in ieder geval. Ja, jullie hebben hem inmiddels al gezien. Het is de Sony Cybershot HX90. Mooi cameraatje. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik weet zeker dat ik er heel erg blij van ga worden. Het is echt een hele mooie camera. En ik heb hem al een keer gezien, want Kevin die heeft ook zo'n camera. Die heeft precies dezelfde. Ook de DSC HX90. En het is een prachtig cameraatje. Voor het filmen, voor het vloggen. Er zit een apart venstertje op dat ik dan eindelijk nu ook als ik hem dan andersom heb, dus zeg maar, dus dat, als ik mijn eigen aan het filmen ben, dat ik dat kan zien. En ja, gewoon een fantastisch cameraatje. Nou, ik ga nog even verder met de laatste 19 minuten van het Openluchtmuseum. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is 11:15. Ik ga lekker naar mijn bedje. Ik ben het zat voor vandaag. Ik heb vandaag een video opgenomen. Ik zou eigenlijk een livestream zou ik doen. En dan de unboxing van mijn nieuwe camera. Maar ik had internetstoring. En toen is het, heb ik er helaas maar geen livestream van gemaakt. Maar een video. In ieder geval, de camera staat nu op te laden. Ja, dan kan ik hem gebruiken morgen. Dus de eerste vlog met mijn nieuwe camera. En ja, het is een mooi dingetje. Ik heb hem al even uitgeprobeerd. En beeld is mooier. En ik vind ook het geluid is veel en veel mooier. Veel strakker. En ja, ik ben er hartstikke tevreden mee. Hartstikke tevreden met mijn nieuwe cameraatje. En daar ga ik nog wel een hoop leuke video's en een hoop lol mee beleven met die nieuwe camera. Ja, ik heb verder niet veel meer te melden. Weer even een kort vlogje, maar ja, ik heb niet zoveel te melden. En ik heb liever korte vlogs waar ik alles vertel, dan dat ik lange vlogs maak. En ja, dat je bij je eigen na 4 minuten denkt van, nou ja, ik ben nou 4 minuten aan het kijken, hij duurt 10 minuten, maar er is allemaal onzin verteld. Dus dan heb ik liever maar een korte vlog. Dus vandaag. Nou, morgen de eerste vlog met mijn nieuwe camera. Ik
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En morgen ook lekker weekend. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Nou, in ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Your Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.